mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mama. Ik heb nooit beter geweten dan dat ik een mama en een zus had. Ik heb me dan ook nooit afgevraagd wie mijn vader is. Totdat ik 16 was en uitging in discotheken. Naar vriendinnen kwamen Nederlandse jongens en die vroegen: hey schatje, waar ken ik jou van? En naar mij kwamen vooral jongens met niet-Nederlandse roots en die vroegen dan ook gelijk waar ik vandaan kwam. Nu had ik door mijn multiculturele vriendengroep interesse voor de Arabische cultuur en mijn afro-krullen wel enigszins het idee dat ik niet-Nederlands was, maar dat anderen me zo zagen, dat wist ik nog niet. Daarom antwoordde ik altijd dat ik gewoon Nederlands was, maar daardoor kreeg ik alleen maar ruzie of de beschuldiging naar mijn hoofd dat ik mijn roots zou verloochenen. Daarom zeg ik tegenwoordig gewoon dat ik het niet weet, want ik heb een donorvader. De meesten knikken dan, maar hebben geen idee waar ik het over heb. En een andere kleine groep zegt ook: oh, ik heb nog nooit zo iemand als jij gezien. En ze kijken me aan alsof ik een alien ben. Mensen weten dus weinig van donorkinderen af, terwijl er wel 40.000 zijn in Nederland. Mijn moeder was dus niet de enige die ervoor koos om mij te krijgen door kunstmatige inseminatie van een anonieme donor. Op 30 jaar geleden zat je dus ook zo in de trein en ze gingen naar Leiden. Hoe kwam die beslissing tot stand om überhaupt zo een kind te krijgen? Ik heb altijd al heel graag kinderen willen hebben en het idee om kunstmatige inseminatie kwam ook omdat ik dus lesbisch was en dan niet zomaar met een man het bed in ga duiken of wil duiken die je niet kent. Ouders werd beloofd dat er dat voor de verschillende kinderen in hun gezin dezelfde donor zou worden gebruikt. Nou blijkt dat in de meeste gevallen dat echt niet zo is gebeurd. Ik heb wel andere roots in me dan Nederlands en daar zou ik dus nooit achter komen omdat ik dus mijn vader niet ken. Dat zijn wel een van de dingen die ik nooit zal weten omdat jij ervoor gekozen hebt. Nee, dan zou je dus op zoek moeten gaan naar de donor. Als je nu kijkt naar dat de anonimiteit die 30 jaar geleden afgesproken is, nu nog steeds van kracht is, ja, dat kan niet. Het is prima dat je 30 jaar geleden iets hebt afgesproken, maar je hebt het niet met mij afgesproken.